Mijn naam is Corine Hansen. Ik werk als organisatieadviseur bij de gemeente Hollands Kroon. De burgers hebben het gemeentehuis overgenomen in Hollands Kroon. Wat is er gebeurd? De overheid treedt terug, zoals we dat zeggen, dus voorzieningen worden ook minder. Vanwege bezuinigingen en het grote grondoppervlak van de gemeente Hollands Kroon, kan de gemeente minder voorzieningen aanbieden. Daarom hebben burgers het initiatief genomen. Van het oude gemeentehuis in Wieringenwerf maken we een cultuurschuur. Met dit plan gingen ze naar de gemeente. En zoals je zult begrijpen liepen ze daar tegen verschillende muren aan. Zo was er bijvoorbeeld een andere bestemming voor het gemeentehuis. De gemeente wilde namelijk de gemeentelijke panden verkopen. Daar was een projectleider al mee bezig. En toen de initiatiefnemers van de cultuurschuur bij de wethouder kwamen, zijn ze in overleg geraakt en is ook de projectleider erbij betrokken. In samenwerking is toen besloten het pand niet te verkopen, maar het initiatief van de burgers een kans te geven. Ze zijn gestart met een klein clubje, bestaande uit een muziekschool en een kunstinitiatief. Dat was nog te weinig om het pand te vullen, dus ze moesten meer massa creëren. Inmiddels zijn er meer initiatiefthemas bijgekomen en zo is de cultuurschuur ontstaan. Waarom is het nu toch gelukt, ondanks dat de gemeente er sceptisch tegenover stond in het begin? Onze burgers krijgen de vrijheid en het vertrouwen voor maatschappelijke initiatieven, om die zelf op te pakken en te organiseren. Daarnaast hebben we ook speciale ambtenaren die naar buiten gaan, in dit geval was dat de projectleider, maar we hebben ook kernbeheerders die de wijken, die in de wijken ingaan, contacten leggen met burgers en accountmanagers als contactpersonen voor bedrijven en instellingen. In dit videocollege neem ik jullie mee. In welke obstakels we zijn tegengekomen als het gaat om het laten slagen van maatschappelijke initiatieven. En daarnaast neem ik jullie ook mee in welke organisatiecultuur belangrijk is om maatschappelijke initiatieven als deze te stimuleren en daar anders mee om te gaan. Tot slot, natuurlijk, wat kun je daar zelf aan doen als ambtenaar? Uiteraard slagen maatschappelijke initiatieven niet vanzelf. Ik neem jullie mee naar drie obstakels waar we als gemeente tegenaan lopen als het gaat om maatschappelijke initiatieven. En ik leg jullie uit hoe we daarmee omgaan. Het eerste obstakel is dat initiatiefnemers vaak beginnen met de vraag: "Kun je dit voor me financieren?" Als gemeente zeggen we: "Nee, dat doen we juist niet." De kracht zit er namelijk in dat je samen een netwerk hebt en dat je netwerkend het initiatief gaat ondersteunen. De samenwerking is zeker zo belangrijk als het geld. Een goed voorbeeld hiervan is het kooibos. Het bos was vervuild, verloederd en niemand wilde er meer doorheen lopen. Ze kwamen naar de gemeente en vroegen of wij het bos wilden opknappen. Als gemeente zeiden we, nee, dit is een goed maatschappelijk initiatief. Ga jullie het maar doen. Maar daar blijft het niet bij. Wij bieden actief de ruimte in de regelgeving en we bieden de middelen, zoals gereedschap, machines, ambtenaren, waarbij we dus ook echt gaan samenwerken. Feitelijk faciliteren wij de initiatiefnemers om het zelf te doen. Het tweede obstakel is dat oude hiërarchie soms nog in de weg staat. Dit geldt zowel voor burgers als voor ambtenaren. Op het moment dat er een initiatief is, komen beide in een soort van regeldruk. Ambtenaren lopen tegen de verschillende lagen aan die allemaal een beslissing moeten nemen. En burgers moeten allerlei formulieren invullen. Je kunt dus zowel als ambtenaar als als burger niet meteen handelen. Wat dan helpt, is om de verantwoordelijkheid echt bij die ambtenaar neer te leggen en ook de burgers meer vrijheid te geven. Bij de gemeente Hollands Kroon hebben wij de hiërarchische structuur weggehaald en werken we met zelfsturende teams. Ik geloof erin dat als je een organisatiecultuur hebt met zelfstandige en mondige ambtenaren, dat je uiteindelijk ook zelfstandige en mondige inwoners krijgt. Obstakel nummer drie is dat er nog weinig flexibele manieren van werken zijn in de organisatie. Dat merk ik zelf ook. Waar ik soms wel iets heel anders wil en buiten de kaders om wil gaan, is er altijd wel een collega-ambtenaar die tegen me zegt: Dit kan niet, je moet hieraan voldoen, dit zijn de regels, dit is van mij of wij gaan het zo organiseren. Hoe ga ik daar dan mee om? Ik kan ze alleen maar inzicht geven. Dus wat ik vaak probeer is om die collega's mee te nemen naar het initiatief. Kom mee naar buiten en ze laten ervaren dat het ook anders kan. En door deze positieve ervaring zie je dan ook dat daarin kleine veranderingen komen en dat mensen los kunnen denken van hun kaders. Zoals je hebt kunnen zien in de delen 1 en 2, is de essentie het veranderen van de organisatiecultuur. Anders neem je de in deel 2 geschetste obstakels nooit weg en blijft het moeizaam om maatschappelijke initiatieven te laten slagen. Maar de vraag die we ons moeten stellen. Is wat wil je eigenlijk bereiken met een andere organisatiecultuur? Het gaat erom dat de burgers initiatief gaan nemen. Beleid wil je niet meer achter je bureau bedenken. Je wilt weten wat de burger nou eigenlijk van je verlangt. En dat wil je gaan uitvoeren. Dus geen generiek model meer, maar maatwerk waar het kan en waar het nodig is. Hoe krijg je dat voor elkaar? Dan is het nodig om de organisatie te kantelen. Om de structuur aan te pakken en te zorgen dat die ambtenaren naar buiten gaan. De initiatieven ophalen. En deze weten te vertalen naar binnen toe. Essentieel is dat binnen en buiten op één lijn zitten. Dus als de ambtenaar die naar buiten gaat de vrijheid en het vertrouwen krijgt, dan moet het binnen ook kloppen. Dan moet je binnen niet tegen bureaucratie en starheid aanlopen. En hetzelfde geldt voor die burger. Het draait er allemaal om dat je een organisatiecultuur creëert waarin je de vrijheid hebt om te handelen. Dit betekent dat het niet gaat over hoe je je werk doet, maar dat het gaat over welke resultaten je behaalt. En zo is de cirkel eigenlijk weer rond. Want wat we van burgers verwachten, verwachten we ook van onze ambtenaren. Wat kun jij nu doen als gemeente of als ambtenaar om maatschappelijke initiatieven te ondersteunen? 1. Leer om te gaan met initiatieven van burgers. In Hollands Kroon hebben we bijvoorbeeld een Hollands Kroon Academie, waarbij je zelf aan zet bent om cursussen en trainingen te volgen waar jij interesse in hebt. Dus als dat voor mij een training communiceren met de burger is, dan kan dat voor een andere collega betekenen dat hij een cursus snoeien wil doen. Omdat hij betrokken is bij een burgerinitiatief over groenvoorziening. Twee is, ga naar buiten en zorg dat je voorbereid en geïnformeerd bent. Zorg dat je weet wat je moet doen. Dat je initiatieven kunt begeleiden. En zorg dat je niet meer terug hoeft met de vraag of iets wel mag of niet mag. en welke kader ze zijn. Je moet eigenlijk een soort van ANWB zijn. Als iemand belt om hulp, dan weet je direct wat je moet doen en kun je samen aan de slag. En hoe staat het nu met de cultuurschuur? De cultuurschuur is een succesvol maatschappelijk initiatief. Hadden we dit op de ouderwetse manier gedaan, dan was het pand verkocht of stond het nog leeg. Dus mijn oproep is aan jullie: leer anders denken, ga aan de slag, ga naar buiten en doe het op een andere manier. Alleen dan kunnen maatschappelijke initiatieven slagen en komen er steeds meer. you <sniffs>